Welkom bij een nieuwe review video. En dit is de Puzzel van Duizend Stukjes Totaal Voetbal, getekend door Jan van Haastra, uitgekomen in 1987. Nummertje 1693 is echt een oudje. Hij is ook wel een iets nieuwere variant verschenen, een nieuwere doos. Maar we gaan eens even kijken wat er allemaal te zien is. En 1987, dat is echt al een hele tijd geleden. Er gebeurt ontzettend veel. Ik vond hem heel leuk om te maken. Hij lijkt in eerste instantie een beetje saaier. Maar het gaat allemaal met voetbal en er gebeurt ontzettend veel. Niet alleen voetbal, maar ook andere sporten. We gaan eens even kijken. Hier, Baron van Tas tot Zeveren, een vroegere stripfiguur van Jan van Haasteren. Dat is een vast terugkerend element. En hier eventjes een beetje sluikreclame door Jan. Ja, Jumbo Puzzel, waar hij natuurlijk voor werkte. En het is ook het merk Jumbo. Dus dat heeft hij eventjes aan de stieren vastgemaakt. Ja, heel bijzonder. Hier, nummertje 3, superslak is wel, maar dat is nog in de bruine. Ik heb eigenlijk superslakje nog nooit in een bruine, met een bruin huisje gezien. Het is altijd in oranje, groen en geel. Maar hier doet hij ook niet een hardloopwedstrijdje met schildpad, maar met een struisvogel. Nou, dat is iets van vroeger nog. Ondertekening niet door, wel JOH, maar Gol Baron JOH. En dat heeft hij heel mooi gedaan. Het handje is een vast terugkerend element. De sigaar is een vast terugkerend element. Ja, er is heel veel te zien in deze puzzel. Mooie puzzelstukjes trouwens. Ook iets andere vormen dan normaal. En hier zie je bijvoorbeeld Archer Art. Dat is een bureau waar Jan van Haasteren voor werkte. En vooral commerciële opdrachten deed. Dus ook hier heeft hij wat reclame. En heeft hij nog veel meer terug in deze puzzel. De pijl is een vast terugkerend element. En ja, kijk, deze zijn ook wel leuke dingetjes, hè. Deze maakt een mooie foto met twee van die ballen voor zich. Een hoop fotografen die vinden dat wel leuk. En eens eventjes kijken. Nou, hebben we nog een volgende. Even kijken hoor. Ik weet niet of ik nou even eentje oversla. Tine Strottel, denk het haast niet. Maar er is wel eentje die altijd hield van bommen. Ook een vroege stripfiguur. Zou het niet zijn volgens mij, want dat zie je niet duidelijk. En je ziet hier, hij schiet met een kanon om volgens mij de vrije trappen te nemen. En zij staan allemaal in het doel om dat weg te werken. Hier ook nog weer leuke schoenen onder het doel als doelpaal. En wat je hier nog meer ziet, is bijvoorbeeld zo'n vierkante bal. Ja, de puzzel zit vol met allerlei leuke grapjes van Jan. Hier ook iemand staat omgekeerd in de grond. Hij strooit met kaarten van geel tot rood, alles bij elkaar. En je ziet er nog de bril als vast terugkerend element. En een soort de Russische poppetjes, dat je de ballen steeds verder uitgehaald en een heel klein balletje overblijft. Nou kijk, wat ik al zei, er zijn veel meer sporten. Deze meneer die is hier ook schaatsen. Is hij niet helemaal het goede adres met handschoenen aan en muts op. Hij is even in een verkeerd stadion beland. Hier zie je nog de zaag. Iets andere variant. En hier een voetbalboek, zoals Jan dat ook omschrijft. We gaan eventjes verder kijken. Ja, natuurlijk de haaienvin. Vast terugkerend element van Jan van Haasteren. En we zien nog een tweede haaienvin. Ook als vast terugkerend element. Meestal zie je er eentje, maar deze keer zijn het er dus twee. Dan zien we nog bij nummertje 12 zien we nog een kunstgebit. En ja, die is uitgetrokken bij iemand met een nijptang. Ik weet niet of dat hierboven gebeurt. Ik zei, er gebeurt van alles. En er is een soort worstelen ook. En ja, de scheids die staat er ook bij. Dus leuk om te zien wat er allemaal gebeurt. Hier ook, hij wil een inworp doen en de bal wordt vastgehouden, zodat hij de inworp niet kan doen. Er is eigenlijk al te veel te zien, hè? Je kunt niet alles benoemen. Hier Erik en opa. Erik en opa is ook een vroegere stripfiguur van Jan van Haasteren en dit is opa die je hier ziet. Dan gaan we even een sprongetje maken. En hier de Great Cham en Pion. En je moet het zo zien, Jan van Haasteren, een bijnaam of pseudoniem van hem, was ook wel Jean Pion. En daar ondertekent hij ook heel af en toe wel eens puzzels mee. Zie ook wel heel af en toe puzzels terugkomen. En hier zie je het dus ook op een bepaalde manier. Ik denk wel dat hij het zo heeft bedoeld. Jean van Jan en Pion van Schaken, omdat hij erg van schaken hield. Daar ondertekende hij wel eens in zijn vroege stripfiguurtijd zijn strips ook met champion. Oftewel champion als kampioen. Nou, wat zien we hier nog meer? De drie kijkgaten, die zie je weer vaak terug. En nummertje 17, daar zien we de periscoop als vast terugkerend element.
Even kijken wat hier meer. Ja, de Indianen zie je natuurlijk ook heel veel terug. Nou, hier heb je heel veel Indianen die in het voetbalstadion zitten. Heel veel Mexicanen. De pijl zie je daar weer als vast terugkerend element. En hier kom je wel bij de muis. De poes die zie ik eigenlijk niet. De poes en de muis die zijn er vaak wel, maar die zijn er deze keer niet. En hier kom je bij de marinelui. En we've got the biggest willy. Ja, zij hebben de grootste, zeggen ze dan. En een heel vak vol met de marinelui daar. Even kijken. Ja, wat zien we hier nog meer? Sinterklaas, het favoriete karakter van jou van Haasteren. Zien we gelukkig ook nog weer terug. En nummertje 22, ja, wel leuk hoor. Hier er worden tv-opnames gemaakt. En in de luchtballon. En de bal is de luchtballon. Als je nou heel goed kijkt, zie je hier weer de periscoop bovenop deze tv-camera. Er zitten zoveel details in die Jan er tekent. Nou, het scorebord, de Chumps tegen de Champs. 17-0. Duidelijke score lijkt me. De inktvissen zien we hier weer terug als vast terugkerend element. En de wc-doortrektouwtjes zien we hier nog. Kijk, wat zien we hier nog meer? Can I take a penalty, please? Ja, dat is Jan heeft het leuk gedaan. Moet altijd wel heel erg lachen. En hij schiet hier met een pistool dwars door de hoed van die andere heen. En uiteindelijk zien we nog het laatste. Archer Art for Design. Dat is dus waar Jan van Haaster vaak commerciële opdrachten voor deed. Nou, wat ik al zei, er is denk ik nog veel meer te zien. Maar bij deze een kleine review.